Yo, what is up en welkom bij weer een nieuwe IGN Masterclass. We gaan het deze keer hebben over de Mid-Season Invitational van League of Legends. En dat doen we natuurlijk samen met Olivier. Ja, Olivier, de Mid-Season Invitational van League of Legends, die heb je natuurlijk aandachtig bekeken. En daar is jou iets bijzonders opgevallen. Ja, eigenlijk het bijzondere was natuurlijk dat TSM 2-0 achterkwam in een serie tegen Gigabyte Marines, wat niemand had verwacht. Nou, yes. zijn ze met een eigen reverse sweep bezig, waarin ze nu 2-2 staan in de series en eigenlijk de laatste game aan het spelen zijn. In deze game staat TSM ook al achter, die heeft een gold, of de anime heeft een gold lead opgedaan. En er komt nu een nieuwe Inferno Drake up en ze willen eigenlijk een fight rondom de dragon zetten. Eigenlijk wat ik in deze video wil laten zien is dat het eigenlijk best wel interessant is hoe een team dan een play opzet, ook al heel vroeg van tevoren. En wat er eigenlijk allemaal voor nodig is, wat er ook ingaat en eigenlijk ook een individuele play van Sense Carry die dan naar voren komt. Dus TSM stond 2-0 achter in games. Ze hebben het teruggebracht naar 2-2 tegen een team dat eigenlijk zwakker is dan zij, zou je zeggen. En nu staan ze ook nog achter in de game, dus ze willen met een Dragon Fight willen ze terugkomen. En Olivier gaat even laten zien wat er allemaal moet gebeuren om die fight op te zetten. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk als jij in je solo queue game zit. Ja, eigenlijk deze setup, dit is echt wel echt voor team practice. Als in deze setup ga je niet krijgen of dat je solo queue speelt. Nee, tenzij je echt high solo queue speelt. Maar eigenlijk voordat ik de video start, in het begin komt er een ward staan, die wordt neergezet. Dat is de eerste stap in de play. Ze weten dat er de volgende Dragon Inferno is, wanneer die gaat spawnen en hoe lang het ongeveer duurt. Maar ze zijn nu 1 minuut, of 1 minuut en 26 seconden van tevoren al bezig met het opzetten. Ja, laat misschien maar even gewoon zien, zou ik zeggen, hoe die ward geplaatst wordt. Hounce die is aan het split pushen op de botlane, tegen de Rumble natuurlijk. Die zet nu een ward achter een muurtje op botlane. En eigenlijk deze ward in eerste instantie denk ik van, die heeft hij gezet, maar je let er verder niet meer op. Ja. Uiteindelijk is deze ward essentieel in een play die gaat plaatsvinden rondom de dragon. Het duurt nog ruim 1 minuut voordat ze dit kunnen doen. Ze staan ook gewoon, 1.7k gold achter al in 22 minuten. Is niet heel veel, maar het is wel een lead van de Gigabyte Marines tegen ze. Ja. En TSM moet nu een manier gaan vinden hoe ze tegen de Graves en de Fizz en de Varus kunnen gaan spelen. En hoe ze de volgende dragon fight willen op gaan zetten. Ja. Ze hebben natuurlijk best wel veel damage van de enemy. Het is een Fizz, het is een Rumble, het is een Graves, een Varus en nog een Gragas. Tegen een Ivern die nog niet zo heel veel heeft en Rennet die in late game afvalt. Ja. En Ezreal die wel bijna op zijn power spike zit met zijn tier af. En een Syndra die natuurlijk de twee items heeft met de Magic Pen vol. Ja. 30 Magic Pen en dan de Morello. Ja, dan zie je eigenlijk dat Hanser wil recallen om nog even snel wat spullen te kopen voor deze fight, of niet? Hanser wil hier naar toplane gaan. Die, die heeft natuurlijk teleport, die wil op de andere kant van de map aanwezig zijn. Die heeft ook de ward aan de botside gezet. Daar wil hij natuurlijk op gaan teleporten. En dat is, je maakt nu pressure op de andere kant van de map. Je ziet ook Fizz, die gaat alvast naar de topside waarschijnlijk. En zo zie je ook hoe die fight opgezet wordt. Nu gaan ze met 3 man gaan ze vision pakken hier. Puur om die setup weer te doen. Ja. Enemy heeft wel Scuttlecrab gepakt, Dragon Spant. Als het goed is, komt nu de enemy, die komt nu de Vision Sweeper van TSM. Zodat ze helemaal blind zijn en niet weten wat met de Dragon gebeurt. Zodat zij makkelijk die Dragon kunnen pakken en TSM forceren om een risico te nemen. Ja. Dus om te facechecken of wat dan ook. Ja. Nou, dit is dus echt wat twee teams doen, hè? Die Vision pakken. Maar dit kan op zich ook wel in de solo queue games, hè? Dat je even Vision gaat clearen. Hier hebben ze geen Vision. Sven Skyrim heeft geen Vision, die flasht erin. Hij smijt hem nog weg. Dit is een individuele play, maar let op, rechts. Daar is TSM Hansen, die is geteleport. En dan komt hier dus de flank en de setup. En dan zie je ook direct de redemption erop. TSM pakt eigenlijk gewoon direct een voordeel. Ze walsen eigenlijk over Gigabyte Marines heen. Ze killen iedereen, behalve de support. Ze hebben bijna alle summons geforced, behalve de flash van de toplane en ADC dan natuurlijk. Maar dit is gigantisch. Ze stonden gold achter. Dus nu staan ze 1 punt, wat is het? Nou, 300 gold voor, dat is niks. Maar ze staan in ieder geval gelijk. En ze hebben de mogelijkheid om de Baron te doen. De enemy kan er niks tegen. Ze hebben geen threat ervan. Gragas is natuurlijk de support, dus die heeft ook geen smite. Ja. En TSM heeft dus van een dragon, die zou gaan spawnen, een setup gemaakt. Die setup die eindigt erin dat ze de dragon hebben. Nou, het was niet heel clean, want de dragon had net zo goed naar Levi de enemy jungler kunnen gaan. Ja, want hoe zit het als Sven Skern zijn smite had gemist? Eigenlijk voor die teamfight, helaas, dragon is weg. Maar de setup was mooi. Sven Skern, of Hounce kwam erachter. Die fight zouden ze sowieso gewonnen hebben. Ja. Want het was niet heel close. Dus die extra 5 of 8% damage had het niet gewonnen voor hen. Ja. Je ziet trouwens de fight nog een keer opnieuw. De flash smite. Volgens mij smite Levi. Nee, Levi smite helemaal niet. Dus die was gewoon te laat mee. Maar de setup is gewoon hier zo goed voor de teamfight. Hoe ver ze ook achter staan. Dit had niet uitgemaakt of ze de dragon niet of wel hadden. En
eigenlijk is dat heel makkelijk wat Hansen doet. Hij zegt, hij weet, ik moet dadelijk naar de top lane, dus ik zet alvast een ward neer waar ik straks op kan teleporten over anderhalf minuut. Precies, dit is gewoon textbook play. Zoals ze natuurlijk zeggen, als in het ligt voor de hand als je het eenmaal weet. Want je kan het play letterlijk uitschrijven. Ja. En je haalt TSM haalt Baron, die haalt de tweede Infernal Drake. Die haalt een gold lead. En kan vervolgens de pace van de game gaan bepalen. Ze kunnen bepalen wat ze willen gaan doen. Ze kunnen bepalen welke lane ze pressuren. Ze hebben allebei hebben ze geen teleport meer, Fizz nog wel. Maar ze hebben in één keer vanuit een situatie waarin ze achter stonden, hebben ze het overgenomen. Ze kunnen nu zelf bepalen wat ze gaan doen. En ja, Gigabyte Marines zit zo van, hè, waar is het misgegaan? Ja. Hoe kon het dat we niet achter ons hebben gesweept of niet achter ons hebben gecheckt voor die flank? Ja, dat is gewoon niet aanzien, of dat hebben ze niet zien aankomen, of ze zijn gewoon domweg vergeten. Ja, dat is wel een mooie samenvatting, denk ik, van deze play setup van TSM. Ja, textbook hoe je eigenlijk bijvoorbeeld een Dragonfight op moet zetten. Ja. Nou, om dit in je solo queue game toe te passen is dus vrij moeilijk. Je moet denk je team goed coachen, wil je dit echt goed op kunnen zetten. Dit is wel echt een play die je kan opzetten met je team. Als je dit practice, dit is gewoon 100 keer doen, ook al ben je zilver, op een gegeven moment lukt het. En dan leer je er ook gewoon heel veel van. Ja, zeker waar. En misschien als je een keer een 5v5 gaat doen je zit daadwerkelijk op Skype, dan kun je dit mooi samenstellen. Nou, willen jullie nou meer leren over League of Legends? Check dan vooral ook de andere masterclasses van Olivier. Vergeet ook niet te subscriben, dat vind ik natuurlijk helemaal leuk als jullie dat doen. En dan zien we jullie natuurlijk weer in de volgende IGN Masterclass.